Een kredietregistratiebureau kan onder andere ervoor zorgen dat een kredietverstrekking of lening veel vlotter wordt afgehandeld. Dit is vanmiddag onder meer ter sprake gekomen tijdens een informatiesessie over de introductie van een kredietregistratiebureau in Suriname. Banking Network Suriname, BNETS en de Bankiersvereniging hebben ondersteund door de Centrale Bank de eerste aanzet gegeven voor de oprichting van dit kredietregistratiebureau. Verschillende sprekers hebben het belang van zo'n bureau, de wet kredietregistratiebureaus, de best practices van de Nederlandse Antillen en Latijns-Amerika en de te volgen stappen besproken. De directeur van BNETS, Kenneth Hendrison, gaf aan dat er in 2016 een ontwerpwet hiervoor is gemaakt. De voorzitter van de bankiersvereniging, Eblijn Franchi, benadrukte dat het voor de banken belangrijk is dat er zo'n bureau komt. Het is noodzakelijk voor banken om in een ecosysteem te zitten waarbij er volledige transparantie is en efficiëntie in het kredietverleningsproces. Wat je nu ziet is dat banken heel veel stukken vragen omdat er heel veel asymmetrische informatie is en het proces van kredietverlening is vrij inefficiënt, waardoor het time-consuming is voor de consument. Met het hebben van een kredietregistratiebureau zijn alle schulden van een particulier bij officiële instanties geregistreerd, waardoor die asymmetrische informatie opgeheven kan worden. Je een stukje efficiëntie krijgt in het consumentenproces, maar tegelijkertijd heb je verschillende banken in ons systeem. Je hebt coöperatieve banken, je hebt commerciële banken. De coöperatieve bank is bereid wat meer efforts te stoppen in de initiële relatie met klanten. Waardoor die eigenlijk de personen die niet in het banksysteem nu zijn, in het banksysteem kunnen brengen. Degene bouwt een krediethistorie op en te zijn tijd kunnen we verder groeien of kan zo'n consument makkelijker aan krediet komen. Internationaal is het zo dat een kredietregistratiebureau het financieel verkeer in een land bevordert. Ook wordt het kredietgedrag geregistreerd, waardoor het betaalgedrag van de samenleving verbetert, zegt Franchi. Verder wordt hiermee voorkomen dat mensen gemakkelijk in handen vallen van de zogenaamde geldschieters. Die niet altijd de juiste bedoelingen hebben. En wat je ziet is dat met dit transparante proces, met de introductie van kredietbureaus, dit soort activiteiten veel minder worden. Omdat het kredietverleningsproces veel sneller en veel makkelijker gaat. Het is inderdaad zo dat de beoordeling van voor een krediet is altijd desbands. Wat de bedoeling is van zo'n kredietregistratiebureau is dat inderdaad informatie verzameld wordt zodat de bank een juiste beslissing kan nemen als een cliënt in aanmerking komt voor een krediet. Ik denk het aspect waarbij we het hebben gehad over bankinstellingen die aangesloten worden bij kredietregistratiebureau is natuurlijk heel belangrijk en daarom willen we daarmee starten. Maar hoe ik het zie, is voornamelijk dat stukje van financial inclusion. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen die op dit moment geen krediet hebben, die kunnen indien dus de nutsbedrijven ook aangesloten worden. En dat is de ervaring wat je ziet in het buitenland, is dat mensen die dus zich netjes houden aan het betalen van hun maandelijkse voorzieningen, dat zo'n consument als positief geregistreerd kan worden en daardoor ook makkelijker toegang krijgt tot de bank. Tot zover Kenneth Hendrison, directeur van Banking Network Suriname, en daarvoor Eblijn Franchi, voorzitter van de Bankiersvereniging. Ze spraken vanmorgen na de informatiesessie over de introductie van een kredietregistratiebureau in Suriname. De sessie is gehouden in de bankethal van Torarica.